Valencia gisteravond. Tia Helleboud komt aan in het hotel van de Belgen. Samen met familie en vrienden wordt er bescheiden getoost op de historische wereldtitel. Ching. Ching. Je moet wel in de ogen kijken als je ching. 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 Ook Kim Gevaert is erbij, nog altijd zichtbaar ontgoocheld over haar vierde plaats. Intussen flitsen de fotografen gretig voor de kus van de wereldkampioene aan haar trainer en partner Wim. Dit is Helleboud een paar uur eerder, erg zenuwachtig, net voor de start van de 800 meter, het laatste nummer van die vijfkamp. Helleboud mag niet meer dan 7,5 seconden prijsgeven op de Britse Sorreton, hier in tweede positie. Sorreton zal ook als tweede eindigen en dan is het bang wachten op Helleboud. Kim Gevaert supportert gretig mee. Paniek bij Gevaert, want zij ziet dat Helleboud tot het uiterste gaat en als zesde over de streep duikt. Helleboud houdt uiteindelijk een halve seconde over, voldoende voor goud. Daarna begeleidt onze reporter de vermoeide wereldkampioene galant naar de camera's. Ja, ik kon echt niet meer. Ik was helemaal op, ik was kapot. Maar het enige doel wat ik nog voor ogen had is van, maak toch dat je finisht. En het was spannend afwachten. En in het begin had ik het zelfs niet door wat er... Ja, dat ik eerste was. Dus, ja. Ik denk dat ik later nog wel binnen enkele tientallen minuten ga beseffen wat er gebeurd is.